Ik ben Sophie en ik heb al 5 jaar de ziekte van Crohn. Ik hou van dansen en toneel. Ik doe tweetalig VWO en ik zit in de tweede. De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking in je darmen. Het kan gaan ontsteken in je mond, slokdarm, dunne darm, dikke darm. Ja, daar kan je heel erg buikpijn van krijgen, maar ook heel erg vermoeid worden. Of ja, doordat je hele lichaam eigenlijk de infectie moet tegenstrijden. Ze was pas 8. En wat chronisch ziek zijn inhoudt, was op dat moment denk ik voor haar niet duidelijk. Dat ze gewoon niet meer beter werd. Want ik lag eigenlijk de hele tijd in mijn bed. Of ik liep heel even om een spelletje te pakken. Maar ja, gewoon de verandering in de gebieden om je heen. Toen zij ziek werd, vonden ze dat best lastig. Hoe gaan we daarmee om? Sophie werd vrij gespannen van het feit dat ze achter ging lopen. Die gedachte maakte haar onrustig. Maar de school had zoiets van, ja, maar dat komt allemaal wel goed. Ja, ik begon toen ik weer naar school mocht met halve daagjes of totdat ik me niet meer goed voelde. En zo heb ik het weer opgebouwd hoe vaak ik naar school ging. Okay, the coming term. We will discuss chapter 1. Sophie had al heel lang de wens om VWO tweetalig te doen. Dat had ze in groep 5, 6 al bedacht. Dat wil ik. Omdat ik wist wat ik wou. Ik wou tweetalig VWO. Gewoon per se. Nou, en wat voor dingen erbij spelen. Ik wou het gewoon heel graag. En ja, mijn moeder was wel een beetje voorzichtiger met, oh, maar die school heeft wel iets beter doorzorgd dan die school, hoor. Persoonlijk vond ik het een lastige keuze, want ik weet dat ze ziek is. Ik weet dat ze snel moe is, dat ze uit kan vallen. En dan kies je meteen ongeveer de meest pittige weg die er is. Aan de andere kant, het is haar keuze. En moeten we het niet proberen? Ja, ik kan. Het is natuurlijk ook meteen laag inzetten. Zit ook niet zo heel erg in haar natuur en in de mijne. Sophie. Yeah. I'm Sophie, I'm 13 years old and I do dancing and musical. Dancing, musical. Nice. Wat mij wel opviel was dat de scholen waar we gesproken hebben er eigenlijk niet zo bekend mee waren. Terwijl ik dacht, er zijn best wel veel meer chronisch zieke kinderen. Maar ook de scholen zelf hadden zelf zoiets van, nou, daar hebben we helemaal niet zoveel ervaring mee. De school waar ze nu naartoe gaat, het Varel, zij zagen het wel zitten. Zij hebben letterlijk gezegd, we durven het aan. Dus nou ja, dat klinkt al heel fijn. Ik loop tegenaan dat ik best vaak niet op school kan zijn. En dat ook niet veel mensen weten waarom. En dan gaan ze gewoon dingen zeggen van, zij spijbelt. En ook als je zoveel school mist, dat er dan ook toetsen worden gemist. En dan gaan leerkrachten mailtjes schrijven van, hey, je hebt de toets gemist. Je moet hem dan en dan inhalen. In het 6e uur na school. Maar als ik dan nog steeds ziek ben, dan kan ik ook niet die toets inhalen. En dat brengt ook gewoon heel veel stress bij mij. En dan word ik heel vermoeid. En dan krijg ik weer buikpijn. En dan gaat het eigenlijk zo door in een cirkel die gewoon. Dus na een maand in de brugklas hebben we een gesprek gehad met de zorgcoördinator. Zij heeft toen ook aangegeven zelf, wij willen er graag een cluster 3 begeleider bij. Ik ben Kees Veerling. Ik begeleid leerlingen die een lichamelijke handicap hebben of langdurig ziek zijn. Ik kom op verschillende scholen en ik word vaak door de zorgcoördinator ingeschakeld. Ik heb een leerling die is langdurig ziek en ja, we zitten eigenlijk te kijken wat we het beste voor deze leerling kunnen doen. En dan eigenlijk een van de eerste dingen die je vaak gaat doen, dat is dat je gaat kijken van die docenten moeten met deze leerling aan de slag. En zorgen dat die docenten goed op de hoogte zijn van wat speelt hier nu eigenlijk. En welke aanpassingen hebben we nodig? Wat wordt er van jullie verwacht om het onderwijs zo goed mogelijk voor deze leerling door te laten lopen? De leerkrachten weten
weten het nu allemaal. En dat is wel gewoon heel fijn, want dan schrijven ze ook niet meer helemaal mailtjes. En ja, dan is er ook minder stress en dan wordt het ook veel beter. En dan kan ik dus inderdaad die toetsen maken. Hij heeft met Sophie het briefje ontwikkeld, nu even niet. Sophie mocht zelf de tekst verzinnen die erop moest. En het is dus een kaartje wat ze in kan zetten op het moment dat ze zich niet lekker voelt. Naar de wc moet, terwijl het eigenlijk niet zou mogen. Ja, met gymproblemen heeft, te laat is op school of het huiswerk is niet gelukt. Het is... Op die manier kan zij duidelijk maken zonder het direct te moeten zeggen van... Jongens, het gaat gewoon nu even niet. Een hele belangrijke deal die hij heeft gemaakt is dat ik niet altijd mijn huiswerk hoef af te hebben. En vervolgens ga je ook heel praktisch kijken, zoals bij Sophie, van welke lessen kun je volgen? Wat is er nodig om die lessen te volgen? Bijvoorbeeld soms is de toilet, de invalide toilet die beschikbaar moet zijn. Dat kan een punt zijn. Rustige plek om naar de lessen even bij te komen. Allemaal zaken die je met elkaar regelt. En je hoopt eigenlijk te bereiken dat die leerling zo goed mogelijk weer in dat onderwijsproces of kan terugkomen of kan functioneren. Wanneer ga ik doorzetten en ga je wel naar school? En wanneer blijf je thuis? Dat vind ik zelf wel een hele lastige. We moeten niet denken van, als je bijvoorbeeld zoals Sophie is begonnen met eerst een paar uur naar school gaan. Het gevaar is dan dat je denkt, oh, dat gaat goed. We gaan meteen flink doorstappen. Nou, dan ga je omhoog, maar als je niet oppast, ga je meteen flink naar beneden op een gegeven moment. En dat wil ik graag voorkomen. Ik heb liever dat een leerling langzaamaan omhoog gaat en het vol blijft houden. Succeservaringen opdoet. Dat hij ook degene is die dan gaat zeggen van... joh, laat haar het eerste uur overslaan. En dat ik dat als moeder niet hoef te zeggen van... ja, het lukt er niet het eerste uur, vervelend, vervelend. Nou, ze reageren wel op van... hey, waarom mag zij te laat komen en ik niet? Dat is echt heel oneerlijk. Maar meestal negeer ik ze gewoon en ga gewoon verder. First we're going to read it and then it's clear and you will think... oh, you'll see it's quite easy. Do you all know what... prejudice is. What a prejudice is. I think it is for Yeah. So, you all know vooroordeel? Ik voel me niet beschaamd. Maar het is wel gewoon niet fijn om te vertellen, omdat zij het allemaal niet hebben en jij wel, dus dan ben je anders. Nou, het kunnen soms hele vervelende opmerkingen zijn. En die medeleerlingen hebben eigenlijk helemaal niet in de gaten wat ze daarmee doen. Inmiddels weten alle kinderen in haar klas wat er aan de hand is. Dat heeft wel even geduurd, want ze zit in de tweede nu met vrijwel dezelfde klas als in de brugklas. Maar omdat ze nu dus toch veel afwezig was, hebben we besloten en heeft Sophie het goed gevonden dat in de klas verteld werd wat ze heeft. Ze heeft het niet zelf verteld, de mentor heeft het verteld. Maar wel op het moment dat Sophie in de klas was, dat als er vragen waren, dat ze wel de vragen aan haar konden stellen. Het moet veilig zijn, het moet een veilig klimaat zijn om je verhaal te kunnen vertellen. En daar zorgt de mentor dan weer voor. Ja, het kan wel zijn dat ik blijf zitten. Maar ik probeer alles eraan te doen om dat niet te laten gebeuren. En ja, dat ik gewoon blijf strijden. Toen ze net 8 was, auditie gedaan voor de Balletacademie in Amsterdam. Zij is daar toen niet aangenomen omdat ze wat klein was. Vanwege een groeiachterstand als gevolg van de ziekte. Ja, dat was wel even een slag. Ja, maar ik doe het wel nog steeds met heel veel plezier. Ballet is voor mij eigenlijk een manier om te ontsnappen aan... al het ellende wat er om me heen is. Ik vind zelf dat ik best optimistisch ben. En ja, ik denk gewoon, het komt goed.